gedaan vandaag. Maar ja, maar gewoon, gewoon op, toch? Lekker rent, Vondelpark. Zo. Hey, ik hoor een regisseur. Waar zijn we? Ik moet werken. Oh shit, we zijn op de set van Brugklas. Oh shit. Oh, nou, we zijn weer op de set van Brugklas. En we gaan nu een heel groot verhaal maken over Britt en mij die ruzie gaan krijgen. En we hebben alle figuranten, want ik ga zo meteen even duidelijk maken aan Anouk dat zij mij niet mag fokken. Oh, het is mijn naam in mijn zin. Wat je weer dom. Belangrijk dat jullie niet helemaal hier gaan staan, maar inderdaad hou een beetje zo. Jij staat op de goede afstand. Dus, en jij staat iets dichtbij. Dank je. Dat is een beetje leuk. We gaan beginnen. Hij knipt het een beetje. Jullie kijken nu door de camera heen. Hi jongens, ik ben nu in zwart-wit, ik weet het. Maar zo ziet de cameraman dus altijd iedereen. Dus hij kijkt eigenlijk de hele dag in zwart-wit. Dat is best wel raar, maar het is wel een leuk feitje om jullie even bij te brengen. Weet je ook waarom het zwart-wit is? Nee. Dan zie je beter de scherpte. Ah, wat is scherpte dan? Scherpte, dat is of het scherp is of niet. Ah. Wij gaan nu met deze grote groep zijn hier achter ons beginnen. Jeff gaat het filmen. Britt, wat is dit van Bubble? Aandoeningen die ik heb, oké. Heb jij een bochel? Ja. De fans moeten dat toch weten? Ja. Zeg maar even dat je een bochel hebt. Ik heb een bochel. Wat lelijk. Nee, dit is mijn zender. Laat je nou ook nog eens je tieten zien? Nee, ik laat mijn zender zien. Waarom laat je nou je tieten zien? Ik je laat je tieten zien. Ik liet mijn zender Max, zien. Gedraagje. Word je nou rood? Nee. Word je nou rood? Gaan we nu weer dit doen? Je wordt rood, hè? Je wordt rood. Op de camera ben je rood, jongen. Kijk, jullie hebben dat ondertussen wel gemerkt. Dat soort van elke vlog ben ik gewoon Britt aan het pesten. Dus dat ga ik nu gewoon voortzetten. Britt en ik moesten net zoenen. Hoe voelde dat? Awkward, want er stond gewoon een hele grote groep figuranten. Ja, we hadden 50 figuranten. Ook van de andere ploeg mochten we ze even lenen. En ik gewoon ging Britt even voor schut zetten. Want het gaat over social media. Wat je nou wel en niet mag plaatsen. Ja. En zijn we allemaal te veel verslaafd aan social media? Ik denk het wel. Ik denk dat deze aflevering wel leuk is. Ik denk het wel leuk is om te kijken. Want de cameraman heeft allemaal leuke shots bedacht. Echt heel vet. Dus ik denk dat ze het allemaal gewoon moeten gaan kijken. Ja, want je hebt zeg maar cameraman Johan. Cameraman Vincent en cameraman Jeff. En Jeff is zeg maar de meest creatieve. Die gaat allemaal wel rare shots achteruit lopen en zo. En dan heb je nog Johan. Technisch heel goed. Heel technisch. En die is ook lang. Dus die heeft ook iets voor mij. En Vincent die maakt gewoon mooie plaatjes. Ja. Ja, Jeff is toch wel de meest idioot. En nog de uitdaging, weet je. Die laat zichzelf gewoon af van flikkeren van een trap. En dan denkt hij, oh, mooi shot, jongens. En dan wil hij ook dat iedereen daarna ziet. Omdat hij dan heel trots op wat hij heeft gemaakt. Zal ik je nog even duwen? Hey! Dag! We gaan nu beginnen met volgende set. Gaat alles goed? Ja, maar ik vind het lekker om in de schaduw te doen. Ja, maar dit is kom eens even in de schaduw staan. Oké, ik ga wel bruin. Ja, echt. We gaan even de scène doornemen, dus mag de camera uit, regisseur? Want het is heel vervelend. Ja, kan je alsjeblieft even uit? We zijn nu Jezus. Mocht de hele tijd. Justin is geluidsman. Licht in jou nemen. Ja. Toch? Ja. En ex-marinier. Nee. Justin is ex-marinier. Dat zie je. Ja, iedereen is bang voor jou. Kijk nou. Hoe groot hij is. Scène 3, take 1. Als het goed is, kun je meekijken via de camera. En als het goed is, is het weer een one taker. Dat is het. We gaan draaien en leuk. Leuk dat jullie meegaan. Justin, begin hier. En doe maar. Oké. Daphne is even nadenken wat er anders moet, want er ging iets mis. Gaat ze meegaan vandaan. Oh ja, nee, dat was als ze zei, ja, je vindt dat ik dan op Facebook terug moet komen. Ja. Social media terug moet komen. Oh ja, dat. Zullen we precies hetzelfde doen als net met de twee kleine verbeteringen, maar voor de rest alsjeblieft hetzelfde? Ja, ja, doen we. Doen we. Hallo. En dan gaat hij wel een evenement aanmaken op mijn Facebook. Ik snap die gast gewoon niet. Vind ik gewoon zo irritant. Ik denk dat ik gewoon duidelijk moet zijn. Dat is zo fout. Ik moet gewoon een keer normaal doen. Kan ik niet. Oké. Hey Niek, film jij de volgende scène even? Ja. Ja? Is goed. Hier heb je de camera. Ben jij dan Max nu? Nee, hij filmt zichzelf. Dat kan niet gewoon. Even kijken hoor. Dus dat is hier dat jij hier... Ja, ik zit hier op dat ding nu. En dat je hier praat, oké. Top. Zeg jij even actie dan, want anders... Actie. Ja, geluid. Loopt. Camera loopt. En actie. Hey, hoi man. Ik ga dus zometeen waarschijnlijk eerder naar huis komen, want we zijn echt heel snel klaar. Want het gaat best wel snel vandaag. Maar ja, het mag gewoon, gewoon op, toch? Ja. Nee, dit is voor een scène. We zijn nu ook bezig met opnemen. Maar ik moet even wat leren hoe ik de camera moet doen en het geluid en zo. Dus ja, is fijn. Ja, dat leren ze me hier ook. Ja, nee, leuk. Oké, top, hé. Tot straks. Oké. Je kusjes terug. Ja, ik hou ook van jou. Ja, ja. Terug. Gestopt. Ja, top. Ja, is gestopt, toch? Ja. Top. Ziet er goed uit, man. Dat doe je goed. Dat doe je best goed, hé.
Moet je het even overnemen van mij gewoon? Ja, is goed. De rest van de dag. Hoi! Schattig, hè? We hebben gewoon fans op onze nepschool. Hoi! Brit, wat is er aan de hand? Brit! Brit! We kunnen niet binnen. Nee! Nee! We zijn buitengesloten in onze eigen school! Help! We worden gered! Nou, we zijn naar de binnen gekomen gelukkig. En nu gaan we naar de laatste scène, de aardkundige lokaal. Sik zeg, let go! Daar zijn we dan! Justin, wat is er? Oh, voor opleiden, weet je wel. Oké, okay, nou, zijn er allemaal, kom maar. Zit je nou weer te flirten met andere meisjes? Vorige keer die andere en nu weer? Hallo, wat doe je nou? Er is een loverboy hier. Weet je, ik ben er klaar mee, ik ga weg. Goed zo. Ik heb het gezien hoor, ik heb het gezien weer. Goed chance aan dieren, hè? Jeff, wat ga je doen? Accu wisselen. Oké, okay, rennen, snel, we hebben haast. We hebben haast. Rennen, Jeff! Heel mooi gedaan. Een beetje zweetplek op je oksels, maar goed. We hebben je wakker. Yeah. Nou, dat heeft hij ook snel gedaan. Applausje! Hij stinkt nu wel een beetje. Maar goed. Stinkt? Klik en we gaan. Daphne, ik had hem niet. Nee, je bent nog geweest. We moeten met die jongen werken. Ik had het niet betaald vandaag. Ja, wacht. Daar wil ik het even over hebben. Nou, zo gaat het dus altijd. Nadat we scène hebben opgenomen, dan duiken er 20 meisjes op Nick af. Ja, en wij maar wachten, weet je wel. Ik moet dan tegen mijn vriendin zeggen, schat, ik kom later thuis. Je wou nog een Snapchat. Fuck jou, Jeff. Het speelkwartier is voorbij. Oh, ik zie Daphne al bijna zeggen, jongens, we gaan draaien. Kom op nou, ja, precies. Scherp blijven, laatste testimonials. Hé, hey, Marinier. Hij is groot, hè? Alle scènes staan erop, dankzij Jeff, dankzij Daphne en dankzij onze grote geluidsman. Hey, wist je dit trouwens dat hij een marinier was? Justin zat bij de Marines. Lekker hoor. Hij is marinier. Stop maar. Stop maar, Jeff. Jeff, stop! Nou, zit jij in mijn camera neer dan? Nou, dit zijn de cameramannen en de geluidsmannen vandaag. Hoe ging het vandaag, jongens? Goed. Dit is de nieuwe Backstreet Boys. Doe eens even een nummertje. We hebben het even afgegrafeld. We gaan naar de warme snack. Oh, wat is de warme snack? Niek, dit is kindervlog. Kom. Die hij komt uit Brabant. Dat was een broodje. Ja. Dit is marinier. Oh ja, dit is marinier. Kijk eens. Wat? Het ontploft al bijna als ik het aanraak. Warme snack. Hey, marinier. De hele koers together. Samen even een warme snack eten. Deze dag, dat is top. Vond je dit nou een leuke video? Like deze video, abonneer mijn kanaal. Volg ons op social media. Jan Dijkstra, Jeff van Slaap, Brit, Scholte, Klooie Maas en die Roze. En zie jullie later weer. Later. Zeg later, Brit. Later.